Het leven gaat namelijk niet over roze geuren, maneschijn. Nee, het leven zit soms bij mensen raar in elkaar. Het Nieuwsblad. Ja, wordt er niet voor gesponsord, hoor. Maar ja, zo heet die krant nou eenmaal. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag. De vierde van de tweede en we leven om 15:42 en ik wens jullie allemaal welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Stefan die is al geweest en van alles en al wat gedaan. Ik wil zometeen weer even lopen met de meisjes, maar het is momenteel zo. Baggerweer, je wilt niet weten. Nee, er regent een één stuk door. Maar rond een uur of vier zou het weer droog worden, dus we hopen daarop. Het is nu dus ja, bijna 4:15, dus nog eventjes geduld en dan hopen we dat het droog gaat worden. En dat we er lekker even ertussenuit kunnen en een frisse neus kunnen halen. En wat we verder gaan doen, well, ik weet het nog niet. Nee, ik ben ook weer even terug naar bed gegaan, want ik was niet helemaal happy. Nee. Last van mijn hoofd weer en door het hoesten komt dat. Nu steeds en het klettert steeds ook weer op het raam. Maar in ieder geval lekker weer even terug ingegaan. De meiden wouden niet eens die de tuin in voordat ik naar boven ging. Want het regende daar, dus ze vlogen gelijk weer naar binnen. En ze vlogen gelijk naar boven. Ik dacht oké, dan ga ik ook maar weer. Ja. Dus van die doende. Had ik ook nog niet eerder de camera erbij gepakt. Dus bij deze. En nogmaals, welkom bij ons kanaal. Ja. Gewoon gezellig. En ik hoop dat er weer wat meer lieve vrienden erbij komen. Want ik zag dat er door mijn ziekte, denk ik zomaar, dat dat is gekomen. Er zijn een aantal af zijn gevallen. Die dachten waarschijnlijk van nou, ze gaat niet meer filmen of wat dan ook. Of ze is te zielig of wat dan ook. Ja, maar dat hoort bij het leven, hè. Het leven gaat namelijk niet over roze geuren maneschijn. Nee, het leven zit soms bij mensen raar in elkaar. En de een is blijft zijn leven lang gezond. Die weet niet wat ziek zijn is. En de ander daarentegen, ja, die laat dat zien. Ja, want het is geen pretje om ziek te zijn. Nee, echt niet hoor. Nee, en wat je ook maar markeert, het is gewoon niet fijn om ziek te zijn. Nee. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ben blij met mijn meisjes. Daar liggen ze gezamenlijk. Heerlijk rustig. Er nog niet uit willen, want het regent nog. Hé, jij meisjes. En ik zal zo even weer Kandal nog een beetje eten geven. Het schommelt hier tot en met. Oh, 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 oh. Nou, zeg, potverdikkie. Ga je mopperen? Ga jij mopperen? Ja? Nou, mopper maar een eind weg. Ja, maar in ieder geval, ik kan Kandal even eten geven. En mijn jas alvast deze kant op halen, mijn sjaal. En dan gaan we straks lekker aan de haal. Ja. Hé, meisje? Ja, zegt me ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze met hetgeen wat jullie doen. Of het nou regent, maar bij jullie mooi weer is, dat weet ik niet. Maar laat eens even een keer een leuke reactie erachter. Als het bij ons dus regent, wil ik weten of het bij jullie zonneschijn is. Ja, want dat kan altijd verschillen, hè. Nederland kan soms klein wezen, maar qua weersomstandigheden kan het ook weer groot zijn, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze met hetgeen wat jullie doen, maar geniet ook met ons mee. Toppie! Ja, goedenavond lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik ben net weer binnen en het is toch koud. Oh, bliksem. Ja, even een ronde weer met de dames gedaan. Ik was een klein beetje korter dan normaal, omdat we vanmiddag ook laat waren. Ik denk, nou, doen we dan een kleine ronde.
En dan hopelijk dat het vanavond laat droog zal zijn, want ik ben ook weer tussen de buien doorgegaan. Makkelijk. En als het dan vannacht, voordat ik naar bed ga, ook niet regent of wat, dan doen we weer de normale ronde. Maar dan hoop ik ook dat het niet zo waait, want het waait alweer een best, ja, het staat weer een beste wind. En ik heb weinig energie om eigenlijk die brug over te klauteren met zo'n storm. Dus ik heb nou een andere ronde weer gedaan, maar dat maakt allemaal niet uit. En ik ga zo meteen voor mezelf eventjes zorgen. Ik neem eerst een lekkere beker kuppersoep. Daar kan ik zo lekker van genieten. En ik ga weer iets maken waar je die suikerpoeder overheen kan strooien. Wat je stukken kan bakken. Daar heb ik wel zin in. Ja, maar ik ga eerst lekker heerlijk van een beker kuppersoep genieten. Ik hoor de brievenbus. Moment! Moment! Ik weet niet wat het is. Echt niet. Dus tijd. Kan reclame wezen. Zie je wel? Reclame. Nou ja, nee. Niet waar. Het nieuwsblad. Ja, het nieuwsblad. Staat erop. Het nieuwsblad. Ja, ik word er niet voor gesponsord hoor, maar ja, zo heet die krant nou eenmaal. Ja? Ik kan er niet veel van maken. Nou ja, ik kijk er amper in. Zullen we dan eens? En voor de rest bekijken ze het maar. Ja, als ik iets weten wil, dan zoek ik het liever even via Google op. Weet je het ook? Ja, toch? Nou, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle en gezellige avond gewenst. Geniet ervan met z'n allen en ik hoop tot later nog. Ja, en anders zie je me morgen wel weer. Ik vlog nog niet zoveel, gisteren ook maar één filmpje gevlogd. Nou, je kan er niks. Nee, niet waar. Nee. Ik heb net een filmpje in elkaar gezet. Die duurt nog niet eens die 2 minuten. Nou ja, die tijd kan je altijd wel even missen, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later.